Peter, een 3-0 overwinning. Je houdt weer de nul. Makkelijke overwinning op papier. Ben je helemaal tevreden? Nee, ik denk dat als je de wedstrijd gezien hebt, dat het niet zo'n hele leuke wedstrijd was om naar te kijken. Ja, met name de eerste helft denk ik dat je dan op doelt. Wat doen jullie daar niet goed? Ja, heel veel. Ik vond dat we druk zetten niet goed deden. Ik vond dat we in balbezit niet goed speelden. De veldbezetting was niet goed. Dat moest beter. Gelijk na rust geef je gas en dan schiet je er snel twee in. En dan is die wedstrijd natuurlijk gespeeld. Waar je wel tevreden over moet zijn is dat er 3 doelpunten vallen. En dat die allemaal via de zijkanten vallen met mooie aanvallen. Met voorzetten van de backs. Volgens mij trainen jullie daar vaak op. Nou, dat valt wel mee hoor. Maar ik vind dat we veel meer hadden moeten scoren gezien de kansen die je krijgt. En dat is natuurlijk best wel vaker bij ons wel zo. Dat het rendement wat dat betreft omhoog moet. Dus daar zullen we aan moeten werken. Maar in de competitie, bovenaan, nog geen punt verloren. Bijna elke overwinning met 4-0, met 3-0. En het kan dus nog beter. Nee, het moet nog beter. Ja. En wat ga je daar dan precies aan doen om het toch nog beter te laten? Op trainen. Op trainen dat we... Dat we meer gaan scoren. Maken heel veel spelers het je moeilijk? Want Guus Til staat er nu 2 keer in. Pikt 2 keer een doelpunt mee. These staat er vandaag in. 2 keer een voorzet. Maken heel veel spelers het moeilijk? En is dat misschien ook de kracht van dit PSV? Nou, dat vinden we in ieder geval wel fijn. Ja. Dat ze laten zien dat ze graag willen spelen. En we hebben natuurlijk veel goede spelers. Zoals je ziet wat er vandaag inkomt vanaf de bank. Ja, dat is puur kwaliteit. Ja. Nu is Bakayoko de speler die vandaag niet speelde, die afgelopen weekend niet speelde. Lozano speelde. Afgelopen week speelde hij goed. Vandaag viel hij wat tegen. Maar is dat toch nog een dingetje waar je over dubt? Over hoe je dat in gaat vullen voorin? Nee, we hebben daar meerdere goede spelers. Hè? Met Jorbe Vitesse en met Johan Bakayoko hebben we 4 goede spelers. Hè? Met de 2 jongens die vandaag daar speelden. Dus keuze genoeg. Maar hoe gaat hij ermee om? Want in de zomer waren er heel veel clubs die hem wilden hebben. Hij is gebleven. Hij moet zich ontwikkelen bij PSV. En hij zit nu 2 keer op de bank. En dat hoort ook bij een ontwikkeling. Hè? Dat je misschien, als je bij een grote club speelt, niet alles speelt. Hij heeft al alles gespeeld vanaf het begin van het seizoen. En nu 2 keer niet begonnen. Wel 2 keer ingevallen. Dus dat valt allemaal nog wel mee, toch? Je gaat je nu voorbereiden op de wedstrijd komend weekend tegen Volendam. Kan je dan toch een soortgelijke wedstrijd verwachten? Ik moet je eerlijk zeggen dat ik me in Volendam nog niet verdiept heb. Dat gaan we vanaf morgen doen. Succes daarmee. Dankjewel.